1. Meervoudige schade leidt tot stressgerelateerde gezondheidsklachten. 2. Er is verhoogd arbeidsverzuim en meer burn-out. 3. Sinds 2016 wordt de gezondheidssituatie slecht. 4. Dit treft een grote groep. 5. Wij spreken de verwachting uit dat er op termijn minimaal 5 doden per jaar gaan vallen. Het 6e punt is, op basis van deze constatering is mijn indruk dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen. We constateren ook, er is eigenlijk geen angst, of heel weinig angst, voor instortingsgevaar. Waar voelen bewoners zich wel onveilig? Dat is door onzekerheid en zorgen over de toekomst, door onzekerheid en zorgen over de kwaliteit en waarde van woningen, door problemen met de schadeafhandeling van juridische en technische aard, als laatste door gebrek aan erkenning van verantwoordelijkheid door NAM en de Rijksoverheid. We constateren ook dat de stress wordt verergerd doordat er nagenoeg geen vertrouwen meer is, ook niet in de Rijksoverheid. Men is ontredderd over onrecht en willekeur. Niemand snapt meer wat onze overheid zijn bewoners aandoet. Bewoners zijn radeloos. Ondertussen staat het water veel Groningers tot over de lippen. Betrokken bewoner, die ze met hart en ziel inzet, zei vorige week tegen mij: ik dacht elke keer dat het niet erger kon. Maar dit is echt het dieptepunt. Het probleem is te groot en het vertrouwen in de steun van het Rijk is te mager. Wat doet de overheid voor die vergeten groep van 170.000? Dat zijn de ex-klanten van het CVW en de NAM. De aardbevingen die zijn het probleem niet meer. De werkelijke onveiligheid wordt veroorzaakt door onzekerheid. In ons onderzoek hoor je verhalen van mensen die 30 tot 40 uur per week bezig zijn met schadeafhandeling. Er is een rijksuitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsleidingen. Groningen staat onder hoogspanning.